Suriname organiseert van 12 tot en met 15 februari een topklimaatconferentie. In dit kader heeft de Nationale Assemblée vandaag een persconferentie belegd. Het parlement zal namelijk ook deelnemen aan deze conferentie, die handelt over hoge bosbedekking en lage ontbossing. Als meest beboste land ter wereld heeft Suriname zich op de VN-conferentie over klimaatverandering in 2017 gecommitteerd om zijn bosbedekking op 93% te houden. Ze heeft de internationale gemeenschap opgeroepen om haar hierin te ondersteunen. De conferentie wordt tegen deze achtergrond georganiseerd. Suriname behoort namelijk tot één van de 10 landen met een hoge bosbedekking en lage ontbossing. Volgens DNA-voorzitter Jenny Simons heeft het parlement verschillende stappen ondernomen om deze status te behouden. In dat kader wordt er volgens haar gewerkt aan een milieuraamwet. Simons heeft op de persconferentie verder aangegeven waarom de bijdrage van het parlement bij de conferentie belangrijk is. Dus u ziet dat de Nationale Assemblée een welbewuste rol speelt, welbewust hard werkt aan de, niet alleen de wetgeving, maar ook aan de contacten internationaal, om ervoor te zorgen dat we met elkaar samenwerken, niet alleen nationaal, maar ook internationaal, om het vraagstuk van klimaat, klimaatverandering, bos, ontbossing, maar ook de inzet van onze bossen op een correcte wijze in onze ontwikkeling, om die ter hand te nemen. DNA-voorzitter Jenny Simons, André Misikawa, voorzitter van de DNA-commissie Milieu en Klimaatverandering, noemt de conferentie een historisch gebeuren. Laat me zeggen dat deze conferentie die de komende week wordt gehouden, dat het een historische conferentie is. Voor zover ik heb kunnen natrekken is dit de eerste keer dat de landen die beschouwd kunnen worden als de grootste carbonopnemers bij elkaar komen. Om een gezamenlijke statement te maken richting de internationale gemeenschap, maar zeker richting de grote vervuilers, en die zijn bekend, beste mensen. En die statement is simpel. Het zal erop neerkomen dat, luister, jij hebt je land ontwikkeld door al je bomen weg te halen. Wij hebben nog, en doordat wij nog hebben, kunnen we rustig blijven ademen. Maar ik moet ook mijn ontwikkeling op gang brengen. En dat betekent dus, als ik dezelfde tempo van jou aanhoud, dat we allemaal naar de verdoemenis gaan. Dus wat we hierna doen, we gaan gewoon verder. We gaan onze wetten aannemen, eerst onze raamwet. We gaan dan andere wetten, misschien plastics, andere dingen moeten we gaan doen. Maar hoewel plastics erg belangrijk zijn voor onze leefbaarheid en de wijze waarop we ons natuurlijk milieu kunnen gebruiken, moet ik toch wel aangeven dat op dit moment de wereld zo lang heeft gewacht dat het ding van die klimaatverandering is echt hoog op de agenda. En dat zijn de bossen, dus wat ons betreft eigenlijk. En natuurlijk gaan we ook kijken hoe we onze eigen uitstoot kunnen verminderen. Maar basically gaat het erom dat we onze bossen moeten zoveel mogelijk intact moeten laten. En wij gaan daar dus als parlement, we hebben gepledged om het vanuit alle partijen te doen. DNA-voorzitter Simons die aangeeft dat het parlement na de conferentie normaal doorgaat met haar werk om de milieuwetten in orde te krijgen. De klimaatconferentie wordt de volgende week gehouden in Royal Terrarica. Aan deze conferentie, die door de regering wordt georganiseerd, doen verschillende landen en internationale organisaties mee.